Goedemiddag en welkom bij Infoplaza TV. We zien op de satellietfoto veel wolkenvelden over ons land trekken en er valt ook regen uit. En dat is dan vooral op dit moment in het westen en noorden van het land, maar ook in het midden en in het oosten kan wat regen vallen. In het zuidoosten blijft het waarschijnlijk nog meest droog. Er staat verder een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vannacht dan wordt het enige tijd droger en er komen er wat brede opklaringen voor. Het koelt af na zo'n 3 tot 5 graden en er staat niet al te veel wind. Morgen is er nog steeds vrij veel bewolking. Er is een klein beetje kans op zon en dat is dan vooral in het oosten. Het wordt 5 tot 7 graden en er valt ook nog af en toe wat regen. Woensdag dan trekken er een aantal buien over het land en daarbij is ook natte sneeuw mogelijk. Het is verder een graad of 5. Donderdag blijft het waarschijnlijk meest droog bij een graad of 3 en vrijdag zijn er opnieuw winterse buien. Ik ben Ben Lankamp van weerplaza.nl